Ja, we zijn vandaag bij het Soldaat van Oranje, de musical. En dat wordt getolkt voor doven, slechthorenden en andere gebarentaligen. Het was al vrij lang een vraag vanuit doven en slechthorenden of ze alsjeblieft ook een keer naar de musical konden. Het is technisch gezien lastig om tolken hier neer te zetten. Uiteindelijk zijn we met elkaar aan tafel gegaan en is er gewoon een hele mooie samenwerking uit voortgekomen. Nou, Phonak is hier aanwezig om luisterhulp te verstrekken aan de slechthorende bezoekers. Leuke avond, met veel spanning denk ik, want voor mij de eerste keer dat ik naar een musical ga, nu ik slechtziend, slechthorend ben. Ik ben ook heel benieuwd wat ik er allemaal van kan volgen. En op het moment dat er nu ook tolken bij zijn, ja, vond ik dat heel positief, was ik heel erg blij mee, dus vandaar dat ik er ben. Het foyer en de entree is heel fijn. We hebben van Hogeschool Utrecht de tolkopleiding. Het zijn 13 studenten, vierdejaars. En die zijn ook wat eerder gekomen, zodat het personeel dat vanavond werkt ook gewoon een beetje simpele gebaren kan. Ze hebben een t-shirt aan. Wilt u communiceren in gebarentaal? Dus op die manier proberen we gewoon echt met elkaar gewoon heel erg een hele toegankelijke avond te maken. Afdeling Midden-Nederland van Stichting Hoor Mij is een belangenbehartigingsorganisatie voor dove en slechthorende mensen. En zij vinden het heel belangrijk dat ondertiteling voor alle mensen zichtbaar wordt. En niet alleen op tv, maar ook in de treinstations, in de bus en overal waar je eigenlijk vertaling nodig hebt. Kippenvel. Echt kippenvel. Echt allemaal kippenvel. Omdat een groot deel van het publiek deed dit. Ja. En dat voelt zo... Maar niet dit. Nee. Echt. Ja, oké. Echt volle bak. Volle bak, ja. En ja. Ik heb nog nooit zo'n applaus gehad. Nee. Dus dat is wel echt heel bijzonder. Wauw. Echt wauw. Ik vind het prachtig. Ik vind het spectaculair. Ik vind het waanzinnig. Nou, fantastisch. Echt heel erg leuk. Alles speciaal aangepast voor doof en slechthorende mensen. Gebarentaal, tolken, maar ook de ondertiteling. Ik vind het echt geweldig. Wauw. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Wauw, ik vind het zo indrukwekkend, zo fantastisch. Wij wonen heel ver weg, maar we zijn hier naartoe gekomen omdat we het wilden zien. Maar we vinden het gewoon geweldig.